Tic-tac-toc met de meiden van K3 uit de Kiphok. Het is ongelooflijk. Wat zien er mooi uit, girls. Echt. En ik wil even heel kort wat zeggen. Ik weet niet of dat mag, maar ik vind het zo knap dat jullie dat allemaal kunnen onthouden. Die choreografie en die nieuwe liedjes. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik vind het fantastisch. Ik sta echt perplex, Crystal. Ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. De eerste keer een nieuw liedje brengen, dat is altijd heel spannend, hè? Ja, dat is bij ons ook altijd zo geweest. Dat zakt nog wel een beetje. Als je dat 10 keer gedaan hebt, dan pas begin je te genieten. Ik vond dit een hele leuke combinatie. Maarten, jij hebt je plekje hier echt zelf veroverd. Wat een verschil tegenover die eerste auditie. Niet normaal. Ja, echt waar. Ja, dat is toch hartstikke lief om te horen. Dank je wel, Crystal. Ja. En Karen? Ja, ik dacht, wat een top nummer en wat een top choreografie en wat een top tenuutje en wat een top combinatie eigenlijk. Ja, dat ziet er goed uit. In de struisjes. Ja, zeg even, Josje, want ja, jij hebt ook heel veel verstand van kleding ook. Nou, valt best wel mee, hoor. Nou, ik doe maar wat. Prachtig uit. Nou, dankjewel. Ik wou ook zeggen iets over de choreografie, want ja, dat zijn dansjes die wij nog nooit hebben gezien en liedjes die wij nog nooit hebben gehoord. Dus ook de complimenten aan Oksana Keulemans, zou ik zo even zeggen. Nou, het applaus is voor haar. Ja, Oksana. Gert, en over jurkjes gesproken, als er iemand daar verstand van hebt, dan ben je... Nee, bij mij moet je meer voor de dansjes zijn. Ik ben zelf ook een groot danser. Mensen weten dat niet. De meeste mensen weten dat niet. Mensen die mij goed kennen, uiteraard wel. Niet makkelijk zo'n nummer voor het eerst brengen. En dan had ik toch het gevoel, en dat zal zeker niet het geval geweest zijn, dat jullie stonden te amuseren. En ik kan me dat niet inbeelden dat dat het geval is. Maar zo kwam het in elk geval over. En dat is wat telt. Proficiat. Dat is een prachtig commentaar. En applaus voor Marten, Jindra en natuurlijk Hanne. Dank jullie wel, meiden. Dank u.